De psalmen en Israël is een serie van 3 avonden over de betekenis van de psalmen en Israël. Vaak denk je bij psalmen aan iets heel persoonlijks, je relatie met God. Maar als je het psalmenboek opent, dan zet het psalmenboek je eigenlijk gelijk op straat. Psalm 2 begint met de opmerking: waarom woelen de volkeren en zinnen de natie op ijdelheid? En als je de psalmen doorleest, zul je merken dat het heel vaak gaat over Israël. Dat is ook de reden waarom de derde avond helemaal in het teken staat van Psalm 122. Bid om de vrede van Jeruzalem. Maar daartussendoor besteden we ook heel veel aandacht aan de taal van de psalmen, het Hebreeuws. De psalmen die rijmen niet, maar op een andere manier komt de schoonheid van de psalmen naar voren. Waarom is bijvoorbeeld Psalm 67 geschreven in de vorm van een menorah? En waarom is de vorm van Psalm 23, de Heere is mijn herder, 26, 3, 26? Nou, wilt u de betekenis daarvan horen, dan moet u naar deze 3 avonden komen.